Wow. Frank Ernst Evenblij. Een lekker actueel gevalletje toch? En het was wel... Schijt er aan toe, dan tenminste een persona! Maar hij klonk toch wel lekker? Ja, Wouter Mouwman, ik ben blij dat ik hier met jou sta. Ik bedoel, ja, Erik is naar zijn snabbel, per seconde rijker. Ja. Vooral maar de presentator, hè, geldt dat voor? Ja, per seconde rijker. Iedere keer weer. Elke vraag levert weer een paar honderd euro op. Lekker toch voor je hem. Je wint het nooit van de presentator. Nee, je kan nooit winnen van de presentator. Maar ook blij dat jij hier bent, want jij hebt corona overleefd. Zeker, ja. Net, hoor. Ja, net aan. Ja, maar, je bent wel een beetje smaller in de kop geworden, zie ik. Ja, ja, ja. Geen geur en smaak. Dan is de lol van bier en snoep er ook snel af. Maar heb jij, nu proef je wel dat het koffie is? Ja, nu is koffie, ja. Ja, toch wel? Maar je bent er wel weer, je bent er weer klaar voor? Ja, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ja, ik heb heel veel zin. Ik heb alles gevolgd de afgelopen week. Dat bijvoorbeeld, Opie en Omi, 1200 euro boete. Wat dan? Je weet die vrouw die met het Opie en Omi bord zo stond en dat de hele Tour de France over de... Ja. Die verschrikkelijke vrouw met dat gele poncho. Ja. 1200 euro boete. Nou, dan komt ze er nog goed vanaf. Dat wilde ik vragen. 1200 euro boete. Nee, die vrouw die had gewoon 3 maanden de gevangenis moeten. Weet je niet? Ja. Ik vond die vrouw zo irritant. Ja. Weet je wel, het komt voor die Tour, hartstikke leuk om te kijken. Maar dat je daar alleen maar staat ter eerdere... En dat is een heel peloton. Het is toch verschrikkelijk. Ja. Ik bedoel, ja, het is erg en het is misschien ook wel zielig en heel traumatisch voor die vrouw. Maar doe gewoon niet zo dom. Ja. Ongelooflijk vind ik dat. Ja, even, als we het even over aankomend weekend hebben. Ja, er is maar één evenement waar heel Nederland mee bezig is. Dat is natuurlijk... OKT. OKT, curlen. Ja. Curlen, ja. Je weet het niet, nee. Hè. Gaan ze het rennen, ja of nee? Het curlen, dat wordt helemaal niks. Ze hadden een tijdje een beetje de slag te pakken. Ja, en toen zochten ze nog Nederlanders in Canada. Of Canadezen met Nederlandse roots die ze dan konden naturaliseren tot... Strijkijzerwerpen op het ijs. Ja, precies, schuiven. Maar dat is niet gelukt, ja, dat is ook wel duidelijk. Curlen, ik vind het echt heel leuk, hoor. Maar met dat bezem, hè, dat ze dan zo dat... Daar zou ik goed in zijn, denk ik. Ik stofzuig altijd thuis. Ja? Ja, dus je bent ook goed in hockey. Ja. Ja, dat is de sport die het meest dicht bij stofzuigen ligt. Zeker, ja. Maar ik heb al het idee dat ze gewoon bedacht hebben dat dat helpt. Dat kan maar. Weet je, als je dat ding... Dat is gewoon, je moet iets te doen hebben. Alsof die dan opeens... Oh, pak je een beetje, alsof die dan een keer sneller gaat. Dat is natuurlijk gewoon gelul. Ja. Nee, maar het gaat natuurlijk om Max. Eentje is het ongezellig ook. Max en Louis. Ja, zeker. Ja. Dus, maar en, hoe kijk je er tegenaan? Ik vind het moeilijk. Ik vind Max wel een goede coureur. Ja. Maar ik vind niet per se de meest sympathieke sportman die Nederland ooit gekend heeft. Ja, dat zit wel een beetje en, wat in. Dus dat vind ik moeilijk. Wat wel zo is, is dat hij nu wordt weggezet binnen de Formule 1. Dus als een agressieve rijder. En, kijk, wat hij ook natuurlijk wel is. Ja, maar dat hoort er ook bij. Daarom. Dat vind ik ook heel cool. Maar ja, met dat remmen. Ja, hij remt natuurlijk wel. Dan reed Lewis die hele voorvleugel eraf. Een Engelsman en een Duitser in de jury dit weekend. Dus Mercedes, Lewis Hamilton. Moeten we daar echt rekening mee gaan houden? Nou ja, dat las ik dan van net weer. Nou, dan hoop ik wel echt dat Max hem in de eerste ronde eraf rijdt. En dat ze dan zeggen, klaar. Klaar, maar dan allebei is het geen gewoon punten. Allebei geen punten. En dan staat Max gewoon voor. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dat is gewoon dikke middelvinger. Ja, dan wordt het oorlog. Nee, maar wat zou er dan in Nederland gebeuren als Max Verstappen... Is het een beetje net zoals het wereldkampioenschap? Ik denk het wel. Formule 1 is zo populair. Ja, ja, maar ja, dat mag natuurlijk nu niet in coronatijd. Nee, maar ja, iedereen heeft natuurlijk scheid aan. Ja. Dus... ja, in de auto, wel een feestje toeter. Worden. Nederland is wel een toe aan een feestje. Ja. Dus ik zou zeggen, Max, win hem gewoon. Het is natuurlijk toch te gek. Als een Nederlander wereldkampioen Formule 1 wordt, ja, prachtig. En Frank is toe aan een feestje. Ik ben wel toe aan een feestje. Ik ben altijd wel toe aan een feestje.